nu geleden de vorige opname gemaakt hebben? Ja, te lang eigenlijk, hè? Het was... Twee maanden. In mei, nee. Ja. Ja, eigenlijk had dat tussendoor nog even... Ja. Hè, want de rozen zijn eigenlijk alweer een beetje uitgebloeid. 15 mei was dat. Oké, ja. Ja, we zijn vandaag alweer 22 juli. Twee maanden geleden. Ja. Hoog zomer. Heb je er veel hard in gewerkt in de tuin? Nou, gewoon lekker. Elke dag? Lekker omgerommeld. Ja, ja, ja. Okay. Ja, nou, dat doe ik het liefst, hè. Gewoon een beetje rommelen. Ja. Nou, zullen we even kijken wat er in die twee maanden gebeurd is? Ja, is goed. Leuk. Doen we dat? Hm. Ik kan niet eens mijn koffie opdrinken. Nee. Ja hoor, koffie maar op. We gaan straks verder met de koffie. Vorige keer zaten er allemaal knoppen in de Montana. En ja, helaas hebben we het magische moment gemist. Want nu zijn ze weer uitgebloeid. Maar ja, hij was ja, ze waren echt prachtig. Ja. Nou, en dit vind ik ook altijd wel belangrijk om even te laten zien. Het is nu zomer en we hebben nog niet heel veel vlinders gezien. Nou komt dat waarschijnlijk door het koude, vochtige voorjaar. Maar er groeit wel heel erg veel. Dus... vlinders komen zeker nog. En wat belangrijk is in iedere tuin, is om, als je de plek voor hebt natuurlijk, om een rommelhoekje te hebben. Waar ook de waardplanten voor de vlinders... Waardplanten, dat zijn de planten waar de vlinders hun eitjes op leggen. Waar de waard is. Hè, en waar de rupsen van kunnen eten. Nou, dat is onder andere voor heel veel vlinders, onder andere de Atalanta en dagbouwoog, is dat de grote brandnetel. Nou, zoals je ziet heb ik die hier gewoon lekker, laat ik die hier lekker groeien. Nou, de moestuin is... Een pronkje, hè? Nou, hij is zelfs mooi geweest. Maar ja, ik wil het niet het probleem noemen. Het is gewoon biologie dat er heel veel slakken waren dit jaar. En daar is niet tegen te vechten. En ik heb, dit zijn overigens wel mijn derde zaailingen, de derde poging voor de boontjes. We hebben daar... Ja, dit is een beetje triest, hè? Maar goed. Kijk eens, er zit alweer een bloem in de tomaat. Dus daar komt zeker wat uit. Nou, ik weet niet, hier al ook nog een lekker aardbeidje. Nou, hè? Dus... en een hondje. Ja, nou, de bietjes staan er mooi bij. Rabarber al vaak van gegeten. Dus, nou, en als je dan zo even een blik werpt vanaf dit punt, dan zie je toch dat er genoeg... Even de... Het begint al met de regie. Ja, natuurlijk. Maar ja, kijk, ik wil alleen maar even zeggen van, goh, de slakken hebben nog genoeg laten staan, dus ik mag niet klagen. Dit is de New Dawn, een hele sterke groeier. En dus die doet het prima hier zo tegen de boom. Nou, hier hebben we de vlinderstruik. Ja, die doet prachtig, hè? Maar hij, er komen nu al heel veel... De bloemen gaan nu allemaal open dus en de vlinders die komen nu ook al bijna, dus dan zal het wel een pronkje worden. En ze ruiken heerlijk, het is echt puur honing wat je ruikt, dat is echt super. Nou, de boog is inmiddels ook uitgebloeid, dan moet ik eigenlijk nog even op de ladder om de dode roosjes er weer uit te knippen, dan bloeit hij waarschijnlijk nog een keer. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar kijk, we lopen tegen de herfst, dus dan wordt het ook oogsttijd. Nou, kijk, en dan zie je hier van die verborgen schatten. Nou ja, het is toch weer, kijk, dat ben ik ook niet. Mooie framboosjes. Nou, lekker toch? Lekker toch? Ja. Nou, en de mooie vingerhoedskruid is inmiddels uitgebloeid. Ik laat ze nog even staan, want er komen natuurlijk allemaal zaadjes aan en dan doe ik even zo. Gaat ze slaan? Ja. Kijk, ook met de akkelei werkt dat prima. Hoppakee. Dat met al je planten slaan? Ja, meestal wel, ja. Nou, deze nog niet hoor. Maar kijk, hier loopt er zo voorbij. Dat moet je ook even zien. De Lateris odoratus, nou die ruikt echt zo lekker. Er zijn niet heel veel van opgekomen, maar er zijn nog wel wat plantjes onderweg. Dus. En hoe meer je knipt, hoe meer je daarvan kan plukken. Ja. Nou, hier is een mooie kaardebol. Die begint ook al mooi in bloei te komen. En die laat ik, dat is gewoon ook een wilde plant, die komt hier terecht. Dan denk ik, nou je mag blijven staan. En er komen ook allemaal weer insecten op af. En in de winter is het voer voor de puttertjes.
Nou, hier zijn de kattenstaarten. Er zitten ook allemaal hommels en bijtjes zitten erop. Het zoemt helemaal. De rode pimpernel. Nou, de ooievaarsbek of geraniumsoort. En hier nog weer een andere kattenstaart die ook prachtig bloeit. Nou ja, zo de... Hier alweer een roos die voor de tweede keer bloeit. Zo is er altijd wel iets te zien en te beleven in de tuin. Dus we lopen... Even naar rechts kijken. Ja. Dat vind ik echt heel mooi. Ja, precies. Nou ja, sowieso al die witte annabellen die prachtig zijn. Die geven echt licht in het donker. En hier is een prachtige clematis die hier helemaal doorheen gaat met nog een roos. En hier de rozen. Nou, en dan de jasmijn. En die ruikt toch lekker. En daar zit de kamperfoelie. Dus als je hier 's avonds loopt, dan is het zo... Ja, dat kan ik nog niet opnemen, reuk. Nee, dat is jammer. Maar het is zo'n heerlijke geur. Dat is echt voor mij zomer. Kijk, daar zie ik al een mooi koolwitje fladderen. Nou, de hanging basket is ook flink gegroeid. Ja, ik moet nodig weer even... aan het snoeien in de tuin. Ik vind dat een beetje... Ja, nou ja, dat... geniet ervan, zou ik zeggen. Rozen, clematis. Nee, de Montana die is in het voorjaar. Dit is een grootbloemige clematis van de Jacmani-serie. Nou ja, je ziet het. Ik heb gewoon een lekkere... Ja? Zo'n mooie ouderwetse roos. Ja. Zo'n ouderwetse roos. Kreeg je vroeger mooi. Met je verjaardag. Kreeg ja. je een kaart. Ja. Met je roos erop. Wil jij ook? Van harte gefeliciteerd met je 6e verjaardag. Ja. Van een oude tante. Ja. Nou, de vrouwenmantel bloeit nog, maar is bijna uitgebloeid. Nou, wat ik in ieder geval nog even wil laten zien... is de lindeboom bloeit. Oké. En dat is echt ook een feestje ieder jaar. De lindeboom is een prachtige boom. Als die bloeit, scheidt hij wel een soort van zoetige vloeistof af. Dat heb ik dus nu allemaal op mijn auto liggen. Dat is iets minder. Maar als die bloeit, dan gonst de hele boom van de bijen en de hommels. En dat is echt prachtig. Als je stil bent, ja. Hoor je het. Hoor je het. Het is ook de boom waar vaak een uiltje in zit. Maar hij is er nu niet, want dan had ik het wel gezien onder de boom aan de braakballen. Maar dit is echt ideaal een feestje. Dit is zo prachtig. Nou, dan gaan we nog even naar de voordeur. Ja. Er zijn ook de meeste rozen al uitgebloeid, maar je ziet, er komen allemaal alweer nieuwe stukjes. Dus over een maand moeten we het niet vergeten, dan kunnen we weer even filmen. Over een maand weer filmen? Ja, dan gaan we weer filmen. Moet ik het in mijn agenda zetten? Ja, doe dat maar. Kijk, en hier is wat dan is de... Wat is dit voor een mooi beeldje? Ja, dat is een heel schattig beeldje. Met leuk. Hè? Ja. Nou, en hier is de papaver. Nou, je ziet... Je hoort al dat het zaad droog is. En als je hem op de kop houdt, is het allemaal zaadjes. Nou ja, in een natuurlijke tuin doe je gewoon zo. En wat er van komt, komt er van. Nou, dat is de hanging basket. Maar die heb de hanging basket? Ja, standing basket. Maar hij staat. Ja, ik heb de hanger eraf gehaald. Nou, hier is ook de druif. Waar dit jaar echt heel veel aan zit. Dus die staat hier mooi bij de voordeur, dus dan kunnen we zo, als we weggaan of thuis komen, kunnen we even een druifje eten. Nou, dit zijn nog wat potten. Nou, waar ik heel erg blij mee ben, is dat ik hier nu een regenton heb. En hier achter verscholen staat een cementkuip, dus daar kan ik dan zo het water uithalen. Maar als we nou een enorme bui hebben, dan komt er van het dak komt wel zoveel water. Dan is die ton in no time vol. Wat ik dan doe, is deze slang even hier aandoen. Die rol ik uit en ik laat gewoon de ton openstaan en ik laat al het water de tuin inlopen. En dat is wel heel slim van je. Dan heb je, nou ja, dan heeft de tuin gelijk weer flink wat water. Het komt niet in het riool.
Dus... En ik heb ook gehoord, als het zo droog weer is, ja? dat als je doucht, dat je dan altijd een paar emmers in de badkamer hebt staan. Ja. Dat je eerst het water opvangt voordat de douche warm wordt. Klopt. Ja, hoe simpel kan het zijn? Ja. Als je de badkamer beneden hebt, zoals wij, nou ja, je doucht, voordat je gaat douchen, laat je het water in een emmer lopen. En dan, nou, dan kan je de hele zomer de moestuin mee doen. Nou, met de ene emmer niet, maar dan gooi je die emmer, die leeg je in een cementkuip die buiten staat. Klopt. Ja. Ja. Nou, maar ja. We gaan even, want je hebt nog meer tonnen toch in de tuin? Ja, zeker. Ja. Nou, dit is een beetje mijn wilde hoekje. Kijk, dit is de... Even een hibiscus. Bloeit altijd heel erg laat, maar zit er ook al heel veel knoppen in. Dit is al een hele oude. Deze stond hier al toen we het huis kochten. Ja, okay. En nu door de natte zomer doet hij het heel erg goed. Dit is ook een wilde plant. Het is de koeienoog. Nou, je ziet, daar zitten ook heel veel bijtjes op. Koeienoog? Waarom heet het koeienoog? Ja, ik denk dat dat gewoon is vanwege de mooie wimpers. Oh. Net zoals een koe ja. heeft. Ja. Ja. En ook hier komt dan weer, nou ja... water in voor de insecten en het is gewoon een hele waardevolle plant voor je tuin. Nou, dit is een beetje een wild laantje, dus pas op. Spannend laantje. Stekel niet. Kijk, ondertussen nog even een mooie astrantia, Zeeuws knoopje. Zeeuws knoopje. Ja, en wat de ook. De Wilkens heeft daar een liedje over gezongen. Ja, dat zijn geen Zeeuwse, dat waren blauwe knoopjes. Blauwe. Ook heel leuk. Hier de Acanthus mollis, ook een prachtige plant. Mijn oma was lid van de blauwe knoop. Oh ja. Kijk, hier ook weer de acanthus zit daar. Maar als ik dan, als het heel hard regent, dan sluit ik ook deze slang hierop aan. En dan doe ik hem in een buis en dan laat ik hem zo de tuin inlopen. Maar het geheim zit hem dat je dus altijd weer cementkuipen gebruikt om de gieters mee te vullen. Ja. Nou, dat is leuk. Dus daar ben ik druk mee, hè, met mijn watermanagement. En je hebt nog een ton? En ik heb nog een ton, ja, aan deze kant. En deze is, die is niet aangesloten, althans niet rechtstreeks. Dus hij gaat via deze ton, heeft hij een overloop naar die ton. En nou, zo probeer ik zoveel mogelijk water te bewaren. En... Ja, hoofdwatermanagement. Nou joh, de koffie wordt koud, dus ik denk dat we die maar even verder moeten opdrinken. Hè? Nou. Nou, weer bedankt voor het kijken. Het was gezellig dat jullie weer even met ons meeliepen. Wilstuinmanieren, deel 2.